Behoedzaam, voorzichtig liep de mevrouw op leeftijd met het overbodige nummertje uit de automaat naar de balie. De rollator parkeerde ze netjes. Zegt u het maar. Hier, dit is van de dokter. Met bevende handen legde ze een klein briefje neer. Eens even kijken, zei een vrouw met sjaal en kralenketting. Ik ga voor u kijken hoor. Ik kom zo bij u terug. Haar lichaamshouding gaf het antwoord eigenlijk al. Ze was na 2 seconden terug. Nu duidelijk articulerend, alsof ze moest concurreren met de marktlui niet ver van de apotheek. Dit hebben we helaas niet meer in huis. U kunt 3 dingen doen. De arts vragen om een ander medicijn voor te schrijven, een andere apotheek bellen in de omgeving of het recept ergens via buitenland proberen aan te vragen. De vrouw schudde wat met haar hoofd. Ze herhaalde de laatste optie zachtjes. Niet geheel duidelijk of de boodschap ontvangen was of uit beleefdheid, maar onrust ligt meer voor de hand. Eerst naar de visboer, dacht ze, resoluut omkerend, door een later volgde. Een koude windstoot zorgde niet alleen voor rillingen over haar dunne lichaam, maar ook een vleug warme vis. Wat mag het zijn, mevrouwtje? Vis, zei ze, vis, haring. Goeie keus, mevrouwtje, dat doen we. Kijk eens aan, omega 3. Het beste medicijn, daar hoef je niet voor naar het buitenland. Ze kon het nog net zonder te vallen aanpakken. Omega 3, dat begrip bleef hangen. De informatie van de apotheek niet.